Schaatshal Leiden was weer het decor van het schoolschaatstoernooi voor Leidse basisscholen. Het toernooi werd georganiseerd door de schoolsportcommissie in samenwerking met het Leonardo College en schaatsverenigingen IHCL, IVL, Leiden Lions en RSV Rijnland. Vandaag is het schaatstoernooi. Een schaatstoernooi voor groep 3 tot en met 8. Dus in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, sommige kinderen zijn 13. En we hebben 8 scholen die nu meedoen. Ongeveer 160 deelnemers. Daar zijn we super trots op, super blij mee. En op dit moment zijn de clinics bezig, wat hier achter te zien is. We hebben 2 clinics en in de buitenbaan is het wedstrijdschaatsternootje, waar je dus prijzen mee kan verdienen. Van iedere categorie, de nummer 1, 2 en 3 krijgen een medaille. En van iedere categorie worden punten gescoord. En de school met de meeste punten, die krijgt de wedstrijdbeker. Ik vind kunstschaatsen heel erg leuk en dat doen ze daar niet echt een clinic, maar er zijn wel 2 kunstschaatsers en ijshockey vind ik super leuk. Nou, we willen sowieso kinderen meer laten bewegen, maar we willen ook het schaatsen meer promoten. Zodat er meer kinderen iets met de ijssport gaan doen. Dus kunstrijden, ijshockey, schaatsen, lange baan of shorttrack. Waardoor we dus clinics hebben dat kinderen daarmee in aanraking kunnen komen en dan misschien zelfs wel lid worden. Nou, gewoon je best doen van het begin tot het einde. En voor de finish niet afremmen. Ja. Want jij was dus eerste van je groepje, hè? Ja. Zit je ook op schaatsen? Nee, maar elk jaar zit in Leiden schaatsbaan. En dan ga ik hem even oefenen. Basketbaltoernooien hebben we en andere mensen organiseren dan weer voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, slagbaltoernooi, damtoernooi, zwemtoernooi. Heel veel toernooien. Ik sla er vast en zeker nog een paar over. En wat vind je van de schoolsporttoernooien? Heel erg leuk. Heb je al vaak ook aan andere sporten meegedaan? Ik heb de basketbalwedstrijd zeg maar gewonnen. Nou, we hebben valkussens op de randen van de baan. En ze zijn verplicht om met helmen en met handschoenen te rijden. En verder is het blijven staan is het grootste advies die ik kan geven. Maar als het misgaat, dan hebben we die dingen. En ga je misschien zelf nog een keer op schaatsen? Ik heb het wel een keer aangeboden gekregen, maar ik doe al 3 sporten, dus dat mag niet meer. En welke sporten doe je? Turnen, tennis en Fit for Kids. Dat is zeg maar een soort workout. Ik vind het gezellig, leuk. En je komt er voor plezier. En niet om te winnen, vind ik. Maar als jullie winnen is het natuurlijk wel leuk. Ja. Nou, volgend jaar kunnen er veel meer kinderen meedoen. Scholen moeten even opletten bij de inschrijving op www.schoolsportcommissieleiden.nl. Staan alle formulieren, ook volgend jaar. En hopelijk doen er nog meer scholen mee en wordt het nog een groter succes.